Naast onze vier voedingslijnen biedt Canna een reeks additieven die je helpen om nog betere resultaten te behalen. Canna PK1314 is een hoogwaardig mengsel van fosfor en kalium dat de bloei stimuleert. Het is eenvoudig in gebruik en zorgt voor een hoge opbrengst. PK1314 is geschikt voor elk groeimedium. In deze video leggen we twee van de verschillende functies van PK1314 uit. Het zorgt ervoor dat je plant sterker wordt en het verhoogt de osmotische waarde. Dit verbetert het volume, gewicht en smaak van je gewas. Je hoeft Canna PK1314 slechts één week naast de Canna basisvoeding te geven. Door PK1314 aan je voedingsmengsel toe te voegen, verhoog je de hoeveelheid fosfor en kalium die voor de plant beschikbaar is. Beide elementen spelen een belangrijke rol tijdens de generatieve fase. Wanneer de plant in de generatieve fase komt en de vruchten zich beginnen te vormen, heeft deze meer fosfor en kalium nodig. Daarom moet je Canna voeding aanvullen met PK1314. Dit verandert de verhouding tussen de verschillende elementen ten gunste van fosfor en kalium. De cellen in de vrucht verdelen en vermenigvuldigen zich, waardoor de vrucht groeit. De vermenigvuldiging van cellen begint met de deling van de celkern, die de genetische informatie bevat. Stikstof is nodig om DNA-eiwitten te reproduceren. Nadat een cel zich heeft gedeeld, is fosfor nodig om de celwanden op te bouwen en te versterken, om een sterke plant te creëren. Het watercompartiment wordt gevuld met kalium. Dit verhoogt de EC-waarde van de plant, ook wel de osmotische waarde genoemd. Hierdoor zuigt de cel meer water van buitenaf aan en neemt de druk binnen de cel toe. Hierdoor wordt de vrucht harder en zwaarder, wat belangrijk is voor het eindresultaat. De plant kan zich nu concentreren op het vermeerderen van zichzelf. Fosfor is nodig om de celwanden op te bouwen en voor de ontwikkeling en groei van de zaden. Een belangrijke functie van fosfor is de overdracht en opslag van energie. Dit is nodig tijdens de vermeerderingsfase van het nieuwe zaad. Kalium stroomt naar de vrucht, wat de osmotische waarde in de vrucht verhoogt. Hierdoor zwelt de vrucht op in grootte en nemen volume en gewicht toe. Ook de smaak wordt beïnvloed. Als je Canna PK1314 correct gebruikt, behaal je elke keer een optimaal resultaat. Behalve Canna PK1314 bieden wij andere additieven die je helpen nog meer uit je plant te halen. Vergeet dus niet om Canna Rizotonic, Canna Zym en in het bijzonder Canna Boost te gebruiken. Dit geeft je een nog betere opbrengst.